Nee, 28 jaar maar. Oh nee! Dat is mijn eerste boordeling, maar ik zweer het! Ja, het is toch boulevard? Die drie zwaarden die uit. Welkom dames en heren bij alweer een nieuwe aflevering van de Supergaande Talkshow. Met vandaag in de studio een vrouwelijke vloglegende. Zeker. En een supersloper. Zeker in het mooie, ja, mooie gezegd. Mooi gezegd. De ene is net moeder geworden. Ja. En de ander heeft net een nieuwe plaat uitgebracht. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Monica Geuze en Mr. Podcast. Let's go. Kut, kut. Nou, welkom allebei. Hey. Leuk dat jullie er zijn. Ja, zeker man. Gezellig. Al de tweede, volgens mij de tweede keer toch bij de talkshow nu? Ja. Wat? Nee. Jij bent met je broer vorig seizoen gekomen en jij met Calvin. Nee, leugens. En zij was in een pyjama, toch? Helemaal wel. Hier. Je wil? Hè? Niet hier. Hier, oh, kijk. Dat. Oh ja, zo ja. Maar dat was ook een supergaande talkshow. Oh, was dat ook? Ja. Ik dacht dat het gewoon een vriendendienst was of zo. Nee, dat was ook dan zo. Maar oh ja. Toen zijn we opgekomen, man. Ja, man. Shout out naar jullie. Ja, thanks, man. Je zat eerst in dat cafeetje van Top Noordje met muizen. Klopt. Oh ja. Klopt. Dat was muizen. Godverdamme, waren muizen. Hadden jullie een muizen? Ja, man. Maar toen had jij nog een kind en jij was nog met je pa aan het goedmaken en zo. Ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, dat was wel ziek, man. Ja? Zeg maar je vader, weet je, ik ben gewoon echt heel erg blij, want ik heb daar heel erg lang mee gewacht. Ja. Ik ben echt blij dat het geen sukkel is, man. Ja? Ja, stel je voor dat je zeg maar echt, ik heb 28 jaar gewacht om met hem te ontmoeten. Ja. Stel je voor dat het ineens echt een enorme lul is of een sukkel, dat je denkt van oké. Okay, had ik hem maar niet gedaan. Maar hoezo had je vader, je kende je vader gewoon nooit? Nou, hij had, zeg maar, had mij en mijn moeder achtergelaten. Ja. En toen is mijn moeder met mij naar Nederland toegekomen. Maar ja, zoals elke verhaal heeft twee kanten. Ja. En ik heb zelf ook niet, ik heb ook een kind, een dochter. En ik ben ook niet samen met de moeder, dus ik weet dat zij, haar moeder, een andere kant van het verhaal heeft waarschijnlijk, dan ik. Yeah. Of in ieder geval, je kijkt er anders tenminste, naar. Tenminste, ja, jij hebt je redenen waarom, en zij denkt natuurlijk andere dingen. Dus, dus toen ik een eigen kind kreeg, ging ik steeds meer nadenken, oké, ja, misschien heeft mijn pa ook wel zijn eigen kant van het verhaal. En op zich klopte het verhaal wel, maar er waren wel sommige dingen die mijn moeder mij niet had verteld. Of precies. Ja, plus, er gaan zoveel jaren overheen, op een gegeven moment. Mensen veranderen daarin ook wel, denk ik. En ja, uiteindelijk blijft het je vader. Je wil wel zo iemand leren kennen. Ja, ja, zeker. Het is niet alsof ik zeg maar op zoek ben naar een vader of zo. Want ik had gewoon een stiefvader, dat is mijn vader, weet je wel. Maar het is wel een oude, wijze man die ik gewoon advies kan vragen. En ben je nu wel zeg maar gewoon cool met elkaar? Ik heb hem pas twee keer gezien, dus oh, ja, cool. Okay. Maar ja, ik kan, weet toch, als ik ergens mee zit of zo, waar ik advies voor nodig heb, is wel iemand wie ik kan bellen. Maar noem je hem dan ook papa of zo? Of? Nee, dat is raar dan, hè? Nee. Na zoveel jaar. Maar noem hem dan bij zijn voornaam of zo? Ja. Ja, echt? Ja. Dat is ook wel raar. Tenminste, ja, ik weet niet of het raar is. Nee, ik vind het niet raar. Stel je voor dat ik nu tegen je zeg, Stanley is jouw vader, dan ga je toch niet zeggen, hé pap? Maar weet je wat wel ziek was bij die ontmoeting? Zeg maar, ik zat daar zo te wachten tot hij kwam. Maar hoe had je hem gevonden, sorry? Via mijn ma. Die had dan via contact. En ik zat zo te wachten. En elke man die die restaurant binnenkwam, zat ik zo te kijken. Oké, is dat? Is dat mijn vader? Ook. Oh, dat is dat mijn vader? Is dat mijn vader? Is dat mijn vader? En toen kwam die ineens zo, en allebei zo verlegen, zo naar de grond kijken. Echt? En toen zei hij, oh ja, sorry. Herkende je hem soort van of zo? Of hoe ging dat dan? Of ja, herkende jij jou? Ja, ja, hij wist wel hoe ik eruit zag. Okay. Dus hij kwam naar mij toe en hij was 10 minuten te laat of een kwartier. En toen zei hij zo van, ja, sorry, heb je lang gewacht? Ik zei, nee, 28 jaar maar. Oh nee! Dat is mijn eerste boordeling, ik zweer het. Zeg maar, dat is het eerste wat ik tegen mijn vader heb verteld. En wat zei hij toen? Hij werd helemaal... Hij gaat schrik naar de grond kijken zo. Hij zo... En ik dacht, oh joh, what the fuck heb ik gezegd? Oh ja, my god. Dat is wel een goede grap, soort van. Ja, ja, de ijs is wel gebroken. Ja. Ja. Want dan weet hij ook van een soort van no hard feelings. Want als je dat dit kan zeggen, dan is het wel een beetje van, oké, whatever. Ja. Nee, maar 28 jaar. Maar, bam. Ja. Ze heeft zeg maar, hebben wij ook aandeel gehad met reunie met je vader, zeg maar, ons gesprek bij de... Nee, QC. Ik denk het is mooi, toch? Ik wil een goede titel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet, hebben we het daarover gehad toen? Ja. Maar dankjewel dat we zo... Nee, maar hij weet niet eens dat hij is geweest. Ja, nou. Ik wist niet eens dat het... Nee, maar misschien wel. Ik bedoel, als je hoe vaak je erover hebt, hoe meer je erover gaat nadenken, toch?
Ja, ja. En Monica, hoe gaat het met de slapeloze nachten? Het gaat op zich wel goed. Ja? Ja, ik moet wel zeggen dat je heel snel eraan went. Dat soort van aan het begin is het om de 3 uur. En dan vind je dat zeg maar dat je denkt, ja, oké, het is kort, maar weet je, het is wat het is. En op een gegeven moment gaat het steeds langer slapen tussen die tijd. En dan denk je van, als ze om de 3 uur wakker wordt, denk je, oh, ik zou zo blij zijn als ze een keertje 6 uur gaat slapen achter elkaar. Ja. Op het moment dat ze dat doet, denk je, joh, waarom ben je nu al wakker? En zo vroeg, of weet je, van heeft ze keer... Is ook een hel, baby? Nou, de eerste 3 maanden vond ik wel zwaar. Toen had ze echt heel erg last van krampjes en zo, dus ze was wel echt veel aan het huilen. En vanaf 3 maanden is ze, nu is ze eigenlijk echt een hele vrolijke baby, dus nu is het echt gezellig. Maar ik moet zeggen dat ik aan de eerste 3 maanden dacht ik wel echt, oh, dat mensen nog een kind kunnen nemen, dat is wel echt heftig. Ja? Ja. Maar denk je nu ook van, ik heb nu genoeg met eentje of denk je misschien een tweede? Nou, mijn zoon heeft al een zoontje. Ja, precies. Ja, je vriend. Mijn vriend heeft al een zoontje. Ja. Dus, je kon al een beetje oefenen. Ja, we hebben al 1,5 eigenlijk samen. Dus ik heb niet echt het idee dat ik denk dat ik nu snel weer een nieuwe wil. Maar als ik oude foto's van haar zie, tenminste de oude foto's, dan denk ik wel, oh, zo schattig. Ja. Maar ik ben nog heel jong, dus misschien over 5 jaar of zo, dat ik denk, kan ik alsnog... Ik vraag me eigenlijk af, want kijk, je hebt ook een kind. En wat ik dan wel merk is dat mensen een soort van heel snel een mening hebben over hoe, de manier hoe je je kind opvoedt of dingen die je doet. Van nee, dat hoort zo of dat moet zo. Heb je daar veel, zeg maar, merkt je dat veel gebeurde? Ja, ja, heel erg. Ja? Oh, en wat dan bijvoorbeeld? Waar hadden ze het vaak over? Ja, gewoon van alles. Ik heb vaak, bijvoorbeeld, ja, wij hebben een open haard, die staat de hele dag aan, omdat ik het heel snel koud heb. All in. Dus die staat gewoon altijd aan dat ik het koud heb. Dus ik wil altijd gewoon dat het warm is in huis. Ja. Ik hou, weet je, Lars vindt het vreselijk als het warm is in huis, want die heeft gewoon zoiets van, joh, trek even een trui aan. Maar ik vind het gewoon lekker als het warm is thuis, als je buiten uit de kou komt. Dus het is bij ons gewoon altijd een stuk of 25 graden of zo. En dan ja, hoef ik haar niet met een broekje en een truitje. En dan zeggen mensen, ja, doe er even sokjes aan, ze heeft het hartstikke koud. Je bent niet in mijn huis. Je weet helemaal niet of het koud is. Dat vind ik zo irritant. Ja, precies. Ja, oké. Okay, ja, dat zijn dan wel die dingetjes die je dan soort ja, of je moet er niet zo recht op zetten. Dat kan slecht zijn voor de ruggetje. Of, ja. Ja. Na een kind krijgen, we kunnen wel ook zeggen dat je gewoon voor de rest financieel, carrière-wijs, gewoon een goed jaar achter de rug hebt. Gestopt met dagelijks vloggen, na wekelijks vloggen. Ja. Op een gegeven moment heeft het gewoon verliest het zijn charme, dan ben je er klaar mee, weet je. En ik vind het nu weer, toen ik naar wekelijks ben gegaan, weer gewoon echt superleuk. En dat doe ik nu inmiddels al een jaar. Echt? Ja, ik heb vorige week mijn 52e weekvlog geüpload. En zo dacht ik ook van, hè, mensen zeiden het letterlijk in de comments. Ik had het niet eens door, terwijl ik het zelf intyp van nummer 52. Dus dat betekent wel dat ik het echt heel leuk vind. Maar ik denk ook dat je niet forever elke dag kan doen of zo. Want dat neemt echt je leven over. Ja. Nou, Enzo doet het nu ook al 5, 6 jaar. Echt niet normaal. Ik heb echt respect voor. Is echt heel knap. Maar dan staat jouw leven heel de dag, elke dag in teken van zeg maar daarmee bezig zijn. Nou, op zich is het soort van de kunst om dat dus niet zo te laten zijn en gewoon de camera er te laten zijn op bepaalde momenten. Maar toch ben je er wel mee bezig. Werkt het alleen als je zelf die camera vasthoudt of kan je gewoon iemand jou laten filmen ook? Ik bedoel dat. Dan is het volgens mij geen vlog meer, toch? Dan is het van bijna dan werkt een het item of zo. Dan zeg ik, oh, dit is geen vlog, ik ga niet meer kijken. Ja? Werkt het zo? Nee, maar het kan wel, alleen het is minder niet persoonlijk. Ja. Want je laat het door iemand doen. En alleen ben je soort van alleen met de camera of met je kijken. Ik ga nu dit doen en anders zeg je tegen iemand van, dan presenteer je meer. Ja. Maar elke vlog gaat ook richting de 300.000 of over de 300.000 heen. Is dat ook iets wat je had verwacht of zo, of verwacht je meer? Nee, eigenlijk niet. Ik dacht namelijk gewoon, ik was gewoon klaar met wekelijks of met dagelijks vloggen. Dus ik dacht gewoon, hier heb ik geen zin meer in, dan ga ik het maar wekelijks doen. En ja, dan zal ik veel minder views hebben, maar dan is dat maar zo. En dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Dus voor mij was het meer een soort van verrassing en ik vond het heel chill. Maar jij kan gewoon geen titel hebben voor je vlog en alsnog gewoon een 500.000 aantikken. Probeer dat een keer. Gewoon geen titel. Ik heb een keer een vlog geüpload waarin stond, ik kon geen titel verzinnen omdat het saai was. Ja, ik zou ook een keertje Die waarschijnlijk ook wel. Ik zou ook een keertje een vlog van haar, die had ook veel views. Dat was gewoon broodje halen bij de KFC. Of Of naar de IKEA. Ja. 500.000 views. Ja. Belachelijk. Jullie leven is echt gek, man. Ja. Maar Polska, jij hebt na een hele lange tijd heb je weer een plaat uitgebracht. Tenminste, het voelde als een hele lange tijd. Ja. De Sloper. Ja. Kijk, ik heb tussentijds wel gewoon muziek uitgebracht, maar niet zeg maar meer gebundeld als één dingetje, dat is wel lang geleden. Maar ik ging het dus naar luisteren en het verbaasde me dat het zeg maar heel
anders is dan wat ik zeg maar gewend ben van jou, naar mijn gevoel dan. Ja, kijk, er is ook heel veel tijd sinds het laatste wat je waarschijnlijk van mij gewend bent. En kijk, wat veel mensen vergeten is, kijk, je wil, voor mij, ik moet ook gewoon de uitdaging zoeken in dingen, toch? Ja. En op een gegeven moment, als je gewoon 100.000 pokoes hebt gemaakt met zo'n beat, ja, hoe vaak ga je nog dat vertellen of zo? Je weet En die shows gaan ook vervelen, denk ik. En die shows gingen op een gegeven moment ook vervelen, in de zin zoals je het zegt, zo, van dat je denkt van je bent het gewoon constant hetzelfde aan het doen. Ja. En ja, ik had gewoon ineens heel veel te vertellen. Mm. Waarin eerst mijn leven gewoon was wat ik op mijn pokoes. Eigenlijk doe ik hetzelfde, alleen mijn leven ziet er gewoon pissie anders uit. Dus dan ga je ook andere dingen vertellen. Ja. Maar het algemeen ook de sloper. Ja. Maar wacht je dat mensen verwachten dan toch gewoon dat er zeg maar zulke tracks op House of Wowza, No Way. Bro, zal ik je eerlijk dat zeggen? Dat weet je ook mijn album, mijn EP eigenlijk wou noemen? Omdat ik helemaal precies wat jij zegt, ik mis de oude Polska. Zo wil ik die EP eigenlijk noemen. Omdat dat is wat mensen de hele tijd zeggen. Ik mis de oude Polska, mis de oude Polska. Ik dacht, oké, dat is wel een goede titel eigenlijk voor EP. Yeah. Maar bijna was Arkwet helemaal para toen ik dat zei. en de sloper, dat is eigenlijk omdat ik dat gewoon... ik zeg dat heel de tijd als ik ga sporten en shit aan het doen. Ja, precies. Dus dacht ik, ja, dat is gewoon goed. Nee, je had laatst je statistieken gedeeld van je Spotify. En terwijl je lange tijd niks hebt geüpload. Maar die cijfers zijn nog best wel dik, hè? Van oude tracks en zo. Ja, ja mijn Spotify, dat zag ik ook dat je dat had. Oh ja, dus klopt. Wordt nog wel, dus je leeft nog steeds wel van de Boomas en de Spotify. Ja, dat gaat gewoon nog steeds door. Soms verbaast het mij ook gewoon hoe lang ik dit al aan het doen ben. En nog steeds gewoon shows en gewoon alle liefde die ik krijg en zo. Maar kan je dan zeg maar nu ook die nieuwe tracks bij je shows doen, terwijl het zeg maar niet in dezelfde vibe zit? Ja, dat is wel een ding waar ik zeg maar gewoon met mijn manager en zo en met mijn boeken overleg. Want kijk, ik word vaak wel geboekt om te slopen. Yeah. En nu ik dat wat rustigere dingen doe. Op zich vind ik het wel chill, want ik kan een soort van nieuwe show gaan bouwen. Yeah. Ik weet alleen niet zeg maar hoe mensen daarop gaan reageren. Of weet toch hoe mensen daarop zitten te wachten. Ja. Yeah. Ja. Hey, zullen altijd mensen zijn die het haten of die ervan houden? Mm-hmm. Daarom Monica en Polska op de pot zitten om haatcomments voor te lezen in Bullshit van de Week. Hoi, ik ben Monica. Ik ben Polska. En dit is Bullshit van de Week. Purple green. Monica Geuze zonder make-up is als een uitgedroogde aanbei. Man, dit is geen schoonheid meer. Kind is amper volwassen en is 1,5 plastic en besmeurd met make-up. Ja. Het is gewoon echt heel onaardig om te zeggen. Ik vind mezelf ook een stuk minder knap zonder make-up. Maar ja, dat is eigenlijk bij 9 van de 10 mensen zo, want anders zouden ze geen make-up op doen. Dus ik vind het eigenlijk gewoon heel onaardig om te zeggen. Buff Records, je bent de sloper van je eigen muziek geworden, niet om aan te horen. Je zegt in mijn gezicht, ik sloop jou, man. Nee, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Als je niet mee fokt, ja, later. Sjaak afhaak. Toen ik vanochtend tijdens het scheren in mijn ballen sneed en dacht dat ik dood zou bloeden, was het nog lang niet zo erg dan 5 minuten van deze video te bekijken. Maar zijn naast mijn ballen ook mijn ogen en oren beschadigd? Ja, dit vind ik altijd ook denk. Dit zijn gewoon reacties waarin mensen een soort van shine willen pakken in de comments. Van haha, kijk hoe grappig het is. Ja, heel grappig. En ik vind het wel chill dat je mijn video hebt bekeken, want dat betekent dat ik er nog wat aan heb verdiend. Creeper Slayer, no hack required. Dit is sowieso iemand die echt al sowieso virgin is. Nog nooit in zijn leven een kut heeft gezien. Dit is geen hiphop, maar stront. Fuck hiphop, man. Max Jacobs, Monica's tip voor jonge meisjes die onzeker zijn over hun uiterlijk. Spuit net als Monica er flink wat botox en andere scheid in. Nou, dat is absoluut never nooit mijn advies. Ik sta vooral zo in het leven dat ik vind dat iedereen lekker moet doen waar hij of zij gelukkig van wordt. En vooral in een tijd waarin we nu leven, vind ik het alleen maar top dat als je ergens onzeker bent, dat je dat aan kunt pakken. Levi STR, klinkt als verkrachte baby olifant. Dat voel ik wel, man. Dat vind ik wel een goede comment, man. Hard, man. Als het zo klinkt, master. Ik ben Polska. Ik ben Monica en dit was Bullshit van de Week. Monica, je bent dit jaar wel iets meer op een stoel gaan zitten van de BN'er. Dat is toch iets anders dan een influencer zijn? Ik bedoel, je kijkt me zo verbaasd aan. Ik ben gewoon benieuwd wat je gaat zeggen. Nee, maar als je bijvoorbeeld nu een foto post, dan heb je ook een grote kans dat het op RTL Boulevard komt en zo. En Boulevard? Ja. En het is toch Boulevard? Die D-spaart niet uit. Fart. Nee. Boulevard. Dus het staat op Boulevard of niet? Hey, Boulevard. Prada! Ik meet het ook. Die D spreek je niet uit, Boulevard. Dan moeten ze schrijven Boulevard. Geen Boulevard. Ik zou zeggen,
stuur een brief. Schrijf een brief naar ze. Is dat Boulevard? Maar goed. De ja, weet je wat? Boulevard. Snap je, zeg maar, snap je de vraag wel? Waar we naartoe willen gaan? Nou, nee, wat was de vraag? Nou, de vraag is van hoe is het om zeg maar dat soort level van bekendheid te hebben? Hè? Elke schreef die jij nu laat meer. Komt op RTL Boulevard. Elke fart. Elke fart. Elke fart die jij laat komt op Boulevard. Nee, ja, ik weet niet. Het is niet zo alsof... het is gewoon een beetje geleidelijk gegaan allemaal. Het is niet alsof het ineens soort van... zo is. Van, oh, eerst wist niemand wie je was en binnen één seconde boeit het mensen als je het eens stoot. Ik las gisteren weer zo'n smerige titel van Boulevard. Dat er stond dan van, Lars Veldwijk wil niet meer naast Monica slapen. Wow. Ik was geïnteresseerd, dus ik klik erop. Had ik een foto van hem met een dochtertje in bed en ze lagen zeg maar samen in bed. Oh, dus ik zei, oh, mijn vriend wil niet meer naast me slapen. Ja, maar het is zo uit context getrokken. Ja. Alles om te lokken, man. Dus ik vind het niet soort van, also, het is niet eens dat... elke scheet die ik laat mensen boeit, het is zo dat mensen die daar werken... zijn geboeid in jouw scheet. Hey, we moeten kliks hebben, dus we gaan onzin neerzetten, yeah. Zodat het mensen trekt. Dus zeg maar, ik zie wel heel goed dat sites dan bijvoorbeeld kliks nodig hebben en dat soort rare titels neerzetten. Het is namelijk nooit echt nieuws, dus dan denk ik ja. Yeah. Maar komen ze dan ook zeg maar eerst met jou communiceren voordat ze dat online... Ze zeggen, wil hij echt niet meer naast je slapen? Nee, maar ja. Voordat ze iets schrijven? Nee. Dus het gebeurt gewoon en dan zie je het ook zo gewoon verschijnen. Ja. Meestal gewoon dat Stanley dan zegt, haha, had je dat gisteren gezien? En dan kijk ik en dan... Oh, echt? Ja, maar je vindt het wel leuk? Nou ja, kijk, dit soort dingen denk ik, ja, het is een beetje overdreven, toch? Maar weet je, wat mij wel lastig lijkt, dat je, zeg maar, niet meer rekening gaat... zeg maar, meer rekening gaat houden met wat je post. Dat je denkt van, oh, dit gaat echt zo weer... zo overkomen. Ja, precies. Ja. Dat je er meer mee bezig bent. Ja, klopt. Soms maken we er wel eens grapjes over. Want als we dan iets willen posten, of mijn vriend of ik of zo, dat we dan zeggen, haha. Nee, als je het zo neerzet, nou, dan weet je zeker of zo. Maar ik weet niet, het is gewoon, want vooral op YouTube krijg je natuurlijk altijd gewoon gelijk comments. En dat heb ik al vanaf het begin. En als Boulevard iets post, dan heb je dat niet. Ja. Want mensen reageren daar niet echt op. Nee, precies. Dus op zich merk ik daar veel minder van dan eigenlijk als ik iets in een vlog zou zeggen. Dus dat is inderdaad wel zo. Ja. Want als het bijvoorbeeld op Instagram ergens komt... Dan. Ja, precies. Hé, hey, Polska, op jouw album kijk, staat er ook een polsnummer. Ja. Waar opeens zeg maar, die ding vandaan om ook Poolse muziek te gaan maken? Ik deed dat eigenlijk al wel eens eerder of zo. Had ik wel eens eerder gedaan. Ja. En het is alleen nu dat ik het zeg maar, echt in Nederland ook had uitgebracht. Ja. Ja, waarom niet? Maar hoe groot is de kans dat jij zeg maar, met Pools muziek ook echt bijvoorbeeld daar misschien een carrière zou kunnen... Ik denk dat die kans wel groot is, alleen dan zou ik gewoon meer tijd en... Zou je niet meer daar ook moeten zijn? Juist, gewoon meer tijd investeren om daar te zijn en met mensen van daar te werken en zo. Maar wat eigenlijk in Nederland nu gebeurt met hoe zeg maar heel de scene geflipt is en dat het echt serieuze business is geworden, dat is daar nu ook gewoon. Oké. Okay. Dus je hebt wel veel grote Poolse artiesten? Ja, zeker. Maar en daar, je weet toch, kijk, daar hebben ze het gewoon over 4 miljoen streams per dag, dan pas ben je een beetje gaande. Wow. Je weet toch? Ja. Ze halen dan gewoon 50 miljoen streams in een maand of zo, als je echt de grootste bent daar. Ja, dan zijn wel deuren die je kan openen. Zijn wel, is die Spotify money daar dan ook gewoon hoog of is het daar? Nou, dat is overal verschillend, toch? Je stelt alleen maar geld. Ja, alles weet. Ja. Volgende week vanaf hem, alles in het pols. Ja, dus je boemer gaat nu ook nog gewoon door. Dat in het pols. Ja, ja. Nee, ja, nou kijk, sowieso, het Poolse geld is veel minder waard dan de euro. Dus dat is al sowieso al faya. Als ik daar zou gaan optreden, dan ga ik echt voor... een derde optreden voor wat ik hier verdien. Dus dat is een beetje overwegend. En ben je ook nog daar, zeg maar? Het is wel leuk om daar te zijn. Je zegt het alsof het echt... Nee, oké. Okay. Ben je echt daar en zo? Nee, maar je hebt hier toch ook je familie en je vrienden. Ja. Dus dan moet je daarheen. Je bent wel van huis. Ja, en vervolgens moet je daar optreden voor een derde wat je doet. Ja, weet je... Heb je ook een andere rijden daar? Gewoon augurken en zo en gewoon... Of zeg ik nou iets heel stereotypisch? Nee, maar daar zou het juist niet zo grappig zijn om dat te doen. Oké, ja. Hier dan, ja, dat zou het normaal zijn. Maar dat doet iedereen daar, je weet toch? Zo Emerson-mente. Ja. En heb je bijvoorbeeld je pa, weet hij dat je muziek maakt? Ja, maar dat vond ik eigenlijk niet zo leuk, man. Nee? Eerlijk gezegd. Je moet ook niet laten horen of zo. Nou, maar dat zei hij dus bij die ontmoeting, zei hij zo van... Ja, ik ken jou eigenlijk al best wel goed, want ik volg al je muziek. Ja. En toen kreeg ik echt irritatie. Was ik echt zo van, ja, flikker, wat? Je laat niks van je horen en je kent mij?
Hoe bedoel je, kent mij? Ja, dat snap ik wel. Je hebt mij op YouTube bekeken en je zegt, je kent mij? Ik vond het echt niet leuk. En je weet, je gaat ook gelijk denken, oh je duimtje. Wat heeft hij nog gezien? Daar ben je met mij? Wil je daarom? Yeah. En ik had hem ook geconfronteerd, zo van, ja, ik ging hem uittesten, zei ik zo van, ja. Ja, ik dacht, eerst moet ik wel met je afspreken, want misschien wil je iets van mij of iets. Toen werd het helemaal para. En toen dacht ik, oké. Hij is wel cool. Hij is wel cool. Ja. Dacht hij ook dat die track papapa over hem ging, of? Welke pep bedoel je? Huh? Slechte grap, maar wel goede lach. Huh? Zolang je maar zeg maar hard genoeg op je eigen grap lacht, kijk hoe die stuk gaat. Deze grap. Sorry. Nee, maar... En dat sloopmuziek, zeg maar, van jou, wat je zeg maar, destijds maakte, die house en dat soort dingen. Hoe, is dat, hoe wordt dat ontvangen in Polen? Ze noemen dat techno. Echt? Ja, ze vinden alles techno. Alles wat een beetje raar is. Dus alles wat zeg maar met een op tempo beat is, underground is hip-hop techno. Is je weet toch, straight up. Ja, die techno van jou. Ja, joh. Ja, zeker. Maar wordt het wel goed ontvangen? Of dat ook niet? Ik toen de tijd wel. Ik heb ook een paar shows gedaan in Polen. Ja. Toen, in die tijd van, net na, misschien 2-3 jaar geleden. Ja. Een paar shows gedaan met gewilde shit. En dan ging het wel echt los, man. Oké. Ja. Dat is wel dope, man. Ja. Ik zou graag een keer naar Polen willen gaan, man. Ik zeg eerlijk, gewoon zeg maar. Wel met jou dan. Ja, met mij. Zit je daar? Ja. Gaan doen. Mo, even over jouw carrière nu, want jij vlogt. Maar je hebt hiervoor heb je natuurlijk ook gepresenteerd. Je hebt muziek uitgebracht. Zijn er zeg maar dingen die jij mist van die twee nu in je leven? Eigenlijk niet. Nee? Nee. Als ik zelf een soort van... Ieder weekend sta ik er echt wel bij stil en denk ik, oh heerlijk. Maar ik zou er eigenlijk iedere dag bij stil moeten staan. Ja. Ik vond dat gewoon echt niet leuk. Hoe lang vond je het wel leuk? Nooit. Ik vond het gewoon altijd heel Maar deed je het dan gewoon een beetje omdat je dacht dat je het moest doen? Nee, ik dacht gewoon lekker geld verdienen. En dat was het ook wel. Alleen op een gegeven moment... Ja, ik had gewoon altijd dan... Stond ik daar, ik wist al dat ik niet werd geboekt omdat ik een goede DJ ben. Ja, dat is voor je naam. Nou, vervolgens staan mensen alleen maar je te filmen. Ja. Ik voelde me 3 kwartier ongemakkelijk. Dan had ik. Ik durfde alleen maar naar beneden te kijken. En dan had ik daarna 3 drankjes op. En het laatste kwartier durfde ik dan een keertje mijn handjes te klappen, zeg maar. En dan ging ik weer weg. Maar pakte je ook vaak de mic en zo en ging je dingen roepen? Ja, nee. Ik vond het echt. Ik vond het gewoon helemaal. Dus sowieso nooit optreden die niet. Maar zijn misschien ooit muziek uitbrengen nog? Nee. Ook niet. Ah, zo'n Monica Geuze clip met. Een paar rappers, zo'n anthem, was toch een beetje DJ Khaled. Ja, maar het makes no sense. Als je geen boekingen doet, voor wat zou ik dat dan doen? Ja, streams, weet ik veel. Je fans. Ja, ik weet niet. Monica heeft geen streams meer nodig. Het heb je op Boulevard. Nee, maar het is niet mijn passie of zo. Ik vind, het lijkt me en niet... presenteren? Ja, dat lijkt me nog wel leuk. Oké, dat wel. Dus je zou dat wel nog eens willen oppakken? Ja. En zijn er ook plannen voor? Wellicht. Momenteel? Wellicht. Wellicht. Hey, maar jongens, wat jullie eigenlijk allebei eigenlijk gemeen hebben... Is dat jullie fanatiek aan het sporten zijn momenteel, tenminste. Want ik zie jou op Instagram elke dag de gyms lopen en jij sport ook, toch? Ja. In de vlogs en zo zie ik je sporten en naar de gym gaan. Ja. Alleen in de vlogs. Je bent er niet heel enthousiast over, vertel. Nee, ik had weer een enthousiaste 2 weken en dan daarna vind ik het weer moeilijk. Ik kan het niet volhouden. Nee. Maar je moet echt na een maand of zo raak je wel erin, denk ik. Ja. Ja. Ik heb een keertje iets van Arie Boomsma geleerd. Misschien handig voor jou, een tip. Dat? Ja. Dat je gewoon moet sporten met je kind gewoon. Dus als je haar optilt dan... Ja, maar dat probeer ik wel eens. Maar een soort van, als ik in de sportschool sta, doe ik het ook vaak met 1 of 2 kilo. En mijn kind is al 7 kilo bijna. Dus ja, dat is gewoon te zwaar voor mij. Ja. En dat werkt bij jou ook lekker, die tip? Ja, bij mij gaat hartstikke goed. Maar hoeveel weeg jouw dochter? Ja, nee, mijn dochter is nu best wel zwaar, dus dat lukt niet meer. Maar mijn zoontje is nieuw, dus... Ja. Maar jij gaat wel veel naar de gym, toch? Ja. Jullie trainen toch ook samen? We hebben 1 keer... Voor 1 prank. 2 keer hebben we samen getraind. De tweede keer was de prank. Ja. Nooit keer normaal. Nee. Daar hebben jullie dan nooit meer getraind. Niet meer. Ja. Nee, we hebben daarna nog 1 keer... We hebben die prank gedaan en daarna 1 keer samen getraind, dat toch? Ja, weet je wat het is, zeg maar... ik voel me er echt oprecht beter door. En zeg maar, ik hou gewoon altijd van soort van doelen voor mezelf stellen. Mm. En dat sporten is meer een soort van doel geworden in de zin van dat ik daar heel graag meer van mee wil doen. Je weet toch? Maar is jouw doel dan ook? Mensen held cover of zoiets. Okay. Dat zie ik dan voor mij. En dan kan ik helemaal mezelf erin verliezen. Zeg maar. Jongens, we gaan een spel spelen. Geen bruggetje?
Geen bruggetje. Oh, gewoon bam erin. Ja. Met gestrekt been. Ja, ik heb hier twee borden voor jullie. Eén voor jou. Eén voor jou. Dank je. Hier ook een stiffie erbij. En wij gaan even kijken, want jullie kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Maar de vraag is, hoe goed kennen jullie elkaar? Zo gaan wij een aantal scenario's benoemen. Ik vind het trouwens wel echt leuk dat jullie ons samen hebben gezet. Ja. Ja. Ik ook. Het is bewust gedaan dit. Ja. Ja. Master, hier is over nagedacht. Oh. Goed, ik ga verder met mijn presentatie. Ja, is goed. Kan je straks nog even commentaar geven? Even verder met werken. Nee, maar wij gaan wat scenario's benoemen. En dan moeten jullie de naam opschrijven die deze scenario als eerst zou doen. Dus als jij denkt... Ik kan alleen Monica opschrijven. Of jezelf. Oké. Okay. Snap je? Ja. Zit je gewoon elke keer voor alles, ja. Ja, dus wij gaan dan een zin zeggen en denk je van, nou, wie zou het eerder doen, Polska of Monica? Je mag het niet aan elkaar laten zien. Je dacht even, en judge me niet in babyface. Even heel snel. Ja? Maar je mag het niet aan elkaar laten zien. En als je het dan hebt, mag je het in die camera omdraaien. En daarna zien jullie wie jullie hebben opgeschreven. Q, jij mag beginnen met de eerste. Ja. Wie zou er als eerst helemaal dronken worden op een feestje? Gewoon schrijven. Ik ga erover nadenken. Ja, ik weet het niet. Ja, ik kan hier geen antwoord op geven. Ik moet, ik ga jou gewoon, ja. Ze mag het niet zien. Oh. Ja. Ja, hij zegt, ik ga jou gewoon doen. Ja. Oké, nou, je mag hem omdraaien. Maar dit meen je toch niet? Polska, ja, maar ik drink niet meer. Oh, dus dat moet ik, ja. Ja, dan ben ik het wel, ja, als jij niet meer drinkt. Maar dat was dus niet altijd zo geweest. Nee, dat is niet altijd zo geweest, nee. Drink je nog vaak? Nee. Nog vaak? Kijk, nog vaak? Ja, maar echt zo vroeger. Nee, ik drink helemaal niet. Ik kan niet zo goed tegen drank. We proberen een titel te krijgen, toch? Monica Geuze alcoholist. Je probeert de hele tijd een titel te halen, jij, met je geldvragen en je gedoe en je boulevard gedoe. Jullie weten precies wat van... Ja, wij zijn smerig. Oké, we gaan door naar de volgende. Maar waarom drink jij niet meer? Omdat ik gewoon zo erg bezig was met sporten. Dat is echt goed van je. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ja, maar jij dronk echt letterlijk puur uit flessen. Ja, ja, echt zeker. Niet normaal. Kan jij nog een hele dronken nacht herinneren met Polska? Of dat je denkt van nou... Ja, 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 sowieso. Ja? Is er ook iets waar je over mag praten of niet? Ja, niet per se hele gekke dingen of zo. Okay. Nee. Wel die ene keer in Joret. Het was wel echt een leuke avond dat ik over het balkon ging klimmen. Oh ja, dat was... Ja. Ik wist niet of ik dat mocht zeggen, toch? Dus, leuk. Ja, ik Monica, het klom, die klom sprong van een... Sprong van een gebouw af. Je hebt je titel. Van een hotel. Ze klom uit het balkon, ik zweer het. Maar hoezo sprong je van het balkon? Ik sprong niet van het balkon, helemaal niet. In het zwembad. Was je depressief? Er waren twee kamers naast elkaar. Die konden zo over het balkon. Dat was gevaarlijk. Ja, het was echt leuk. En je was dronken. Ja, we waren allemaal heel blij. Ja, we zijn dan, in plaats van niet doen. Jee, Monica, Monica, Monica. Ja. Dat is zo slecht. Het was echt. Ja. Dat had Boulevard gehaald. Destijds. Goed, we gaan door naar de volgende. Wie zou er als eerst drugsverslaafd worden? Dus wie van jullie zou er als eerst verslaafd raken aan drugs? En nogmaals, de tegenstander mag niet zien wat je aan het schrijven bent, Polska. Draai je bord. Juist. Monica, je was snel geschreven. Ja, ik weet gewoon toch al snel hij of ik. Je mag hem omdraaien richting de camera. Ik Polska, grapje. Ik ja. Grapje. En waarom Polska? Nou, omdat ik wel denk dat hij überhaupt meer drugs in zijn leven heeft gebruikt dan ik. Ja. Ja, ik denk, kijk, Monica is sowieso elke dag met die baby, toch? Dus dan ja, het is wel een beetje moeilijk om dan... Kijk, aan de pillen. Er zijn ook mensen die een baby hebben en drugs verslaafd. Ja, maar ja, dat, zo dat, zie ik jou niet. Nee. Maar ik gebruik ook geen drugs, dus daarom een grapje. Maar, ja. Wie van jullie zal als eerste een moord plegen? Oh, heftig. Wie zal als eerst in staat zijn om een moord te plegen? Dat is wel een goede. Eindelijk een keertje goede vraag. Nou, bedankt. Gooi al die kaartjes weg. Deze mogen weg. Goed. Ja, die is moeilijk, hè? Ik vind het ook moeilijk, want... Je mag straks je mening geven, hoor. Ik wist dat je dit ging zeggen. Ik dacht, zal ik het zeggen? Schrijf het maar eerst op. Iets sneller, want de show duurt nu heel lang. Ik, Monica. Oh. Ja. Maar hoezo denk jij Monica dan? Ik denk dat ik sowieso een geweten heb. Ja. Monica. Nou, ik weet gewoon, kijk, we hebben allebei een kind. Dus dat maakt het, ik denk vanaf
als je geen kinderen hebt, ja, als je dan mensen vermoord voor shit, ja, dan zal je je redenen hebben. Mm. Maar op het moment dat je een kind hebt en iemand doet je kind iets aan, dan ben je denk ik echt in staat om te worden daarvoor. Maar we hebben allebei een kind, dus daarom vind ik het wel denk moeilijk. Denk je dat je wel iemand zou aanrijden, zeg maar? Ja. Als je hebt wel de auto ervoor. Of iemand zou doodschieten. Ja. Ja, doodschieten of aanrijden. Doodschieten, ja, zeker. Ja. Heftig. Ik zou nooit met een mes iemand neersteken, nee. Maar als je mijn kind iets aandoet, dan kan ik je echt gewoon aankijken en je door je kop schieten. Oh. Ja. Gevaarlijk. Nee, ja. De moeder. Ja, ja heftig. Ja, goed, ben, volgende. De volgende alweer. Oké. Dit is echt baas. Maar jullie lachen echt op alles. Ik was vergeten, hard, man. Ja, moet ik je vibe hier, man. Oké, ik heb deze niet opgeschreven, jongens, maar. Wie zou er als eerst zijn kind slaan? Kom maar door. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Mijn vader heeft mij goed geklapt vroeger, man. Jeans weer het, man. Ik heb wel echt klap voor het leven gekregen, man. Oké. Okay. Ik, Polska. Ja. Ja, leg uit. Nou ja, ik zeg hem omdat ik weet dat ik het zelf gewoon nooit zou doen. En bij jou, van deze ik denk tijd, dat jij een beetje een corrigerende tik kan geven. Gewoon streng van, strenge vader. Ik heb dat, en nu doe ik je heb dat ook echt gehad in mijn leven. Ja. Het heeft echt, het heeft echt gewerkt. Ja, maar het komt weet je wat is? Wel. Kijk, ik zeg heel eerlijk, ik had echt zieke respect voor mijn ouders. Heel altijd, nog steeds. En ik was ook bang, tot een bepaalde leeftijd, bang om iets verkeerds te doen. Ja. Niet zeg maar echt paranoia bang, ja, maar, van, oh, maar ik wist wel van, je weet toch... Je wist je te gedragen. Ik had een keertje mijn buurvrouw kankerhoer genoemd of zo. Toen was die buurvrouw gekomen aan de deur. En ik zweer het, hè, besef dit. Zij zegt het tegen mijn vader. Mijn vader heeft mij gewoon hele zeep laten eten. Gewoon echt een zeep. Gewoon zo'n oldschool zeep. Ik moest hem opeten. Mijn moeder heeft ook in mijn mond gewassen met zeep. Ja, dat, ik had ook en, nooit, ja. Dus ik kreeg wel echt harde aanpak. Je weet toch? En kijk, het is niet alsof ik mijn kind heel de dag smek door heel het huis. Maar zeep. Ze heeft mij een keer, mijn dochter heeft mij een keertje in mijn gezicht geslagen. Toen heb ik haar een klap teruggegeven. Ja. Maar dat zijn daarna een beetje, heeft ze nooit meer gedaan. Nee, maar dat zijn wel een beetje dingen die je moet doen omdat kinderen ook testen. Ik weet ook nog wel een keer heeft het zoontje van mijn vriend, die beet hem of zo. Maar hij was heel jong, dus hij deed het meer soort van, het was niet opzettelijk van ik ga je nu bijten. Ja. Maar toen zette mijn vriend hem ook echt zo terug op de bank. En toen schrok hij daar zo erg van. En toen zei hij van, oh, heb ik nu het fout gedaan? Zei van, nou ja, nee, want hij moet gewoon weten dat dat niet kan, zeg maar. Ja, ja. Maar dat soort dingen werken wel echt, want ik weet ook wel, als je gewoon elke keer iets niet luistert, dan gewoon het extreme. Ik wilde dan nooit slapen, zei de maar, oké, kom maar zitten, je mag de hele nacht niet slapen. Ja, dat hou je als kind niet vol. Ja, dus ik zat de hele tijd zo, en elke keer viel ik in slaap, nee, wakker blijven, dan ga je echt wel slapen. Die goede manieren. Dat is echt leuk, man. Nou, we hebben nog eentje, jongens. Dan is het klaar. Q, zeg jij iemand. Oh, sorry, ja. Wat gebeurt er? Moet ik alles doen? Wie zou als eerst een cosmetische ingreep doen? Zo, Nu. Nu? Als in... Schrijf, het is bijna klaar. Schrijf gewoon wat op en dan kunnen we allemaal naar huis. Ik weet dat je naar huis wilt. Ja? Je hebt... Monica, ik. Ja. Ja. Wat moet zij veranderen aan haarzelf? Voor mij niks. Dat is niet de vraag, raar, gek. Ah ja, man. Maar ik bedenk dat jij er ook niet vies van bent, toch? Nee, ze denken, daar moet ik me nadenken. Ik denk niet dat jij vindt niks raar, maar ik denk ook wel dat... Ik ben samen met hem naar Turkije geweest. Ja, kun je haar laten doen? Ja. Maar dat zie je helemaal niet zo goed. Nee. Nu ik het weet, zie ik het een beetje, maar helemaal niet. Mijn zie je het ook niet, toch? Nee, inderdaad. Het is echt goed gelukt. Het gaat echt ik goed. Kom dus gisteren kwam ik terug uit Turkije en halve vliegtuig gewoon met mannen met zulke hoofden en allemaal ding, van die. Was het bij jou wel goed gegaan? Ja, zeker. Want jij had toch helemaal problemen? Ja. Ja, ik kreeg eten op mijn hoofd en shit. Dat was echt kut, man. Maar wat zou jij nog aan jezelf willen doen? Of is er überhaupt iets wat je aan jezelf zou willen doen? Nee, op dit moment niet. Nee. Maar ik sluit het niet uit, ja. Dat als je ooit 60 bent... 60 bent? Nou, ik kan me wel voorstellen dat ik op een gegeven moment misschien rimpeltjes... Ja. Nou, leuk. Goed, jongens. Jongens, ik wil jullie bedanken. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Ja. Voor de kijkers thuis, wil jij deze mooie mensen nou volgen? Dat kan. Check even Instagram en alle dingen. Plaat van Polska kan je ook beluisteren. Vlogs van Monica zijn nog steeds te bekijken. Q. Ja jongens, vergeet ook niet te liken en te subscriben. En als je het podcast en tape hebt gecheckt, check ook even de nieuwe track van Nessim. Die staat nu ook online. Hey. Hartstikke leuk. Bedankt en tot de volgende keer. Later.